Sinds het jaar 2000 staat er in Almere een half kasteel waar lange tijd niets mee gebeurde. Maar als het aan Ton Teunis ligt, komt hier binnenkort een kasteel in middeleeuwse stijl, omringd met een compleet themapark. Welkom. Welkom bij Bijzonder. En nu gaan we toveren. Dit is de ridderzaal. En hier is van alles en nog wat verzameld. Wat we in de loop der tijden allemaal hebben gemaakt. De beweegt ook van alles. Ja, dat klopt. Het is ook de bedoeling. Want het groot gedeelte van deze set beweegt niet zoals hij het normaal gesproken wel zou doen. Want dat werkt dan op luchtdruk en dan bewegen al die boeken in de kast. En weet ik wat dan, er aan een lamp aan en uit. En er kan nog veel meer. Ja, er kan nog veel meer. En onze tovenaar Semalion die moet eigenlijk in de revisie. Want hij knipoogt tegenwoordig en zijn andere oog doet het niet meer. En zijn ademhaling staat stil, zie ik nu. En, ja. Het is weer een beetje een flirtende professor geworden. Ja. Nou, het is wel, ik vind wel wat hebben eerlijk gezegd. Maar goed, oké. Maar hij doet het ook naar iedereen. Dus ja, op een gegeven moment dan denk je ook bij jezelf van nou. Ik dacht dat ik de enige was. Wat is voor jou het allerbelangrijkste achter dit project? Werkgelegenheid. Heel simpel. Okay. Er is geen mogelijkheid om mensen beter en sneller en in massa aan het werk te krijgen dan toerisme. Het is ook van belang omdat wij in Almere heel veel mensen hebben met echt een laag opleidingsniveau. Oké, en die hoop jij te kunnen helpen. Want doordat jij een park bouwt, kun jij die een jaar rond helpen. Ja, en ik zal het je sterker vertellen, die moet je helpen. Want als wij zoveel van die mensen hier hebben, en wij doen niets voor die mensen, dan worden er steeds meer werkloos. Bij mijn eigen zoon, maar ook in zijn omgeving, hè, jongeren werkloos zien worden. En dan gezien welke wanhoop zich langzamerhand aftekent op die gezichten, als ze dan vervolgens een hele tijd geen werk kunnen vinden. Als je jongeren daaruit weg wilt houden, moet je ze iets anders bieden. Als je ze niks biedt, dan gaan ze die kant op. En wat bied jij ze hier? Wat zijn de kansen werk. Die jij hier aanreikt? Werk. En leren dat je veel meer verdient door zeg maar datgene wat je kunt en het talent wat je hebt. Al dat gescande werk dat gaat hier naartoe. Of naar de mensen die bewerkingen doen. En dan wordt hier van alles en nog wat geprint. En dat kan zijn in een opdracht, maar het kan ook zijn voor dingen die wij zelf nodig hebben. Heel vaak zijn het de dingen die we zelf bedenken. En vroeger kon dat niet. Ja, nu kun je het direct concreet maken wat er gemaakt wordt, wat er ontworpen is. Nou ja, en dan ondertussen bedenken we de meest gekke dingen. Het 10 jaar Almeers Dicté. En dit doosje, dit zilveren doosje, is van plastic, geprint er wel. En als u wilt, dan doen we het ook in oud hout. Ik bedoel, u zegt het maar. En op zo'n manier kun je dus ook, zonder dat het park echt al bestaat, kun je nu al heel maatschappelijk relevante dingen maken. Ja, daar ben je eigenlijk doorlopend. Maar ze concreet al echt. Ja, ben je doorlopend mee bezig. In plaats van dat het alleen maar gewoon een oefenproject is om wat te bereiken. Ja, waarom? Heel concreet, heel tastbaar. Waarom zou je wachten met iets voor de samenleving te bereiken, totdat je een bedrijf hebt wat winst gaat maken en weet ik wat allemaal. Stel je nou voor dat het park niet lukt, hè? Dan hebben we meer dan 500 jongeren een stageplaats geboden. Dan hebben we tientallen mensen teruggebracht naar de arbeidsmarkt. Hebben we aan het studeren gekregen. Op dit moment hebben we 23 mensen in de dagbesteding lopen die hier hun ontwikkeling mee kunnen maken. En dat hebben we allemaal gedaan. En als het park dan niets wordt, wat wij hebben afgesproken met elkaar is, dan gaan we heel erg met elkaar zitten huilen. Dan nemen we een vreselijk glas bier of wijn of weet ik wat allemaal. En dat was het dan. En het was een fantastische reis. Je zult het hier ook merken, het is hier altijd heel
bijna stil. Het is heel gek, het is een heel groot gebouw, maar hier zijn best veel mensen. Maar het is hier heel stil. En dat heeft er ook mee te maken dat ergens wij allemaal weten van, ja, maar als hier iemand komt die heel prikkelgevoelig is, jongens, doe nou een beetje gewoon, weet je wel. Nou, hou daar rekening mee. Ja, hou daar rekening mee. Oké, wat is het? Wat zit jij daar? Ja, het kan misschien zijn dat ik migraine aanval krijg, maar ik heb gehoord van ogen sluiten. Het kan misschien zijn dat als jij dat gevoel hebt, dat jij nu naar huis gaat. Ja, maar ik weet het niet zeker en stel, het is niet zo. Nee, dat weet ik wel, maar als jij hier met schele oogjes zit en je moet dan nog met het openbaar vervoer naar huis, heb je een veel groter probleem. Toch? Dus jij pakt nu je spullen en jij gaat nu naar huis. Je bent ziek, punt. En er is niemand die je dat kwalijk neemt. Ik vind het alleen maar mooi dat je hier geweest bent, maar naar huis jij. Ik wil dat niet. Ik heb meer mensen met migraine en ik wil dat niet hebben. Ja? Oké, go. Wegwijzing. Wel thuis. Ja. Nou, Thomas is bezig met de uitvoering van de realisatie van Almeria, zal ik maar zeggen, in 3D. Nou, dat zie je hier voor je. Dus dit is dat stadje. Ja, daar komt hij echt al tot leven op het beeld. Ja, nou, het is 3D. Dus je kunt er doorheen lopen. Je kunt zeg maar als planner kun je je een voorstelling maken van hoe het er dan uit moet komen te zien. Thomas heeft zich in de afgelopen 3 jaar dit hele werk helemaal eigen gemaakt. En die, kijk. Oh, je kan er gewoon echt letterlijk doorheen. Ja, dat zei ik. Ja. Je kunt er letterlijk doorheen. Ja. Waanzinnig, hè? Echt alsof je door een videospel loopt. Ja, precies. Heel vet. Ja, nou, dat is dus ook iets, want het is leuk dat je dat zegt. We zijn dus ook bezig met een game, een echte game. Okay. In het kasteel van Almere begint die game. En daar moet je uit weg zien te komen. En waarom, dat moet je allemaal zelf maar ontdekken. Want er zitten allerlei dingen aan. En daar kun je dan dit concept bij gebruiken als... Als je het kasteel weet te ontvluchten, dan kom je hier. Ja. Strakjes. Okay. Ja. Ja, en dit is onze draak. En ze is gemaakt door mensen, onze stagiaires. En het is een vrouwtje. En ze bestaat uit gaas en kranten en piepschuim en noem maar op. En ze is nu in haar eerste laag verf gezet. En daarna wordt ze dus helemaal nabehandeld. Want je ziet nu nog heel erg dat het piepschuim is. Ja. Maar dat zie je straks niet meer. Maar dan zijn we helemaal klaar met haar. Maar ze is wel heel bijzonder. Het zijn echt al hele grote projecten. Ja, ze is bedoeld om hier om een pilaar heen te hangen. Dus daar is ze voor. En dan dat is heel erg leuk. Maar we zijn erg gek op haar. Wat is jouw ultieme droom met het park? Wat hoop jij? Dat je op een dag ergens op een torentrans van een kasteel, nou, ik heb een beetje hoogtevrees, iets laag, uit het raam staat te kijken. En dat je gewoon mensen daar rond ziet lopen en weet van, dat hebben we neergezet. Dat je weet dat er gewoon 400, 500 gezinnen zijn die hun hypotheek kunnen betalen door dit. Die ook weer hebben geleerd dat je met niks iets kunt en dat vervolgens ook weer uit gaan dragen. Dat je probeert om iets op gang te brengen van, er was ooit eens niets en toen werd het wat. Een van de mooiste dingen hier is al wanneer iemand hier binnenkomt en niet weet wat hij eigenlijk moet, om er vervolgens achter te komen dat hij dingen kan die niemand anders kan. We hebben nooit ingezet op het werken met autistische mensen. We hebben nooit ingezet op het werken met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Maar dat is gewoon gegroeid. Dat is zo gekomen. En nu krijgen we steeds meer van die mensen. Wij noemen dat wij noemen dat bijzondere mensen. Want de dingen die ze kunnen, zijn vaak echt heel bijzonder. Ik zag vanmorgen een filmpje van iemand die gefilmd had hoe mensen die doof waren door een implantaat voor het eerst gingen horen. En dat is zo aangrijpend voor die mensen, maar ook als je ernaar kijkt. En dit is een beetje in afgezwakte vorm hetzelfde. Dat je mag zien hoe mensen de kans krijgen om datgene waar ze wel degelijk heel goed in zijn, soms echt, nou, fenomenaal in zijn,
dat ze de kans krijgen om daaraan te beginnen. Om daarmee een eerste ding te doen, mee een succes mee te maken. Het draait dus niet alleen om het geloven in de doelgroep waar jij mee werkt, maar in combinatie ook met geloven in het project waar jij voor staat. Het is dubbelop. Ja, het is driedubbelop. Het heeft ook te maken met geloven. Geloven, punt. Ja, en dat is ook waar het mee te maken heeft. En ik zeg tegen niemand dat hij moet geloven wat ik geloof. Maar ik heb de meest mooie dingen gezien in dit project. En dan denk ik van, dat het aan me gegeven is om dat te mogen doen, daar ben ik gewoon zo blij mee. Echt.